Er kunnen toch nog tientallen ronselaars vervolgd worden. Ben jij eigenlijk al bekeurd? Goedemiddag. Zijn jullie toch nog bezig? De show met zonnebril. Zeg, het is een uitspraak nu geweest. En er kunnen toch nog tientallen ronselaars vervolgd worden. Ben jij eigenlijk al bekeurd? Hebben jullie altijd nog veel last van de ronselaars hier op Schiphol? Nog steeds, ja. En er is nu een uitspraak geweest. Er worden er nu nog tientallen vervolgd. Bent u daar blij mee? Uiteraard. Ja, wordt opgeruimd, toch? Ja, netjes. Wij moeten ook hard werken voor ons geld. Wij moeten het ook gewoon op een legale manier doen. Zo'n ander hoort dat ook te doen. Maar wat zou nou een goede straf zijn voor de ronselaars dan, als ze voor de rechter moeten komen? Boete betalen, geld betalen. Dan gaan ze vanzelf weg. Dat ze in ieder geval hier oprotten. Want ze zijn er nog steeds? Ze lopen er wel en ze weten ook wel wie het zijn. Maar zodra de hoge heren ernaar komen, dan vluchten ze gauw weg naar de garage. Machteloos? Wij chauffeurs kunnen er niks aan doen, want wij hebben ons ook aan de regels te houden. Hè? Dus wij kunnen moeilijk zeggen van, we gooien ze weg. Dan mag het niet meer. Jullie doen het nog steeds. Gewone taxichauffeurs hebben daar heel veel last van. Zijn al boetes uitgeschreven. Misschien ben jij nu ook aan de beurt. Peace. Ja, loop maar weg.